van de meest afgelegen snelweg ter wereld, die 667 kilometer lang is om slechts drie kleine dorpjes met elkaar te verbinden, tot de smalste bergwegen op hoogtes van meer dan 5000 meter. Als niemand de verantwoordelijkheid op zich neemt om goede wegen te bouwen, omdat het zich bijvoorbeeld op extreme locaties bevindt, of omdat het land gewoonweg niet genoeg geld heeft, dan brengt dat nogal wat gevaren met zich mee, waarbij één foutje al fataal kan zijn. Wat is de gevaarlijkste weg waar jij wel eens bent geweest? Laat het weten in de comments voor we beginnen met de 10 engste wegen waar je niet wilt zijn. Zojala. Dit is een ontzettend smalle weg in India. De weg is ongeveer 8,5 kilometer lang en verbindt Ladakh en Kashmir. De weg wordt niet alleen gebruikt door auto's, maar ook door vee. Als je door deze weg rijdt en je omgeven wordt door vee, is het onmogelijk om om te keren door de smalle wegen. Je moet simpelweg wachten tot het vee weg is om door te kunnen. De weg is dus niet alleen gevaarlijk, maar kan ook erg frustrerend zijn. De Zojila, ook bekend als de Zojila, is een van de belangrijkste bergpassen in India. Op een hoogte van 3528 meter boven de zeespiegel verbindt de pas Ahmed Leh in de westelijke Himalaya-bergketens en Srinagar. De pas blijft de helft van het jaar gesloten vanwege hevige sneeuwval en opent in het laatste deel van het voorjaarsseizoen. Transfăgărașan. In het Roemeense Transfăgărașan-gebergte is een weg die tot wel 2145 meter hoog gaat, door het hele gebergte. Het uitzicht is niet alleen mooi, de wegen zijn ook enorm gevaarlijk. Sommige stukken hebben zulke grote heuvels dat het net lijkt alsof je in een achtbaan zit. De weg is gesloten van oktober tot juni vanwege sneeuw en wordt buiten die maanden ook bijna niet bereden omdat het zo gevaarlijk is. De weg is 90 kilometer lang en loopt over en door het Făgărașan-gebergte in Roemenië. Dit gebergte is een deel van de Transsilvanische Alpen. De weg verbindt het landsgedeelte Transsilvanië met Muntenië. De weg start in Baskov bij Petitsti. Hij begeleidt de vallei van de Argres naar het hoogste punt bij het beklimmen van Balea. Daarna daalt hij in het noorden af naar Kartisoara in de Olt-vallei, waar de weg eindigt. 8. Dalton Highway. De Dalton Highway, ook wel Alaska Route 11, voorheen North Slope All Road, is de naam van een 667 kilometer lange weg in Alaska. De rijksweg begint bij Fairbanks en eindigt in Dead Horse en de Prudhoe Bay olievelden bij de Noordelijke IJszee. De weg werd in 1974 gebouwd ter ondersteuning van het Trans-Alaska Pipeline systeem. De Dalton Highway is vernoemd naar James Dalton, een ingenieur met toezicht op de Distant Early Warning Line en fungeerde als adviseur voor de vroege olieindustrie in Noord-Alaska. Er zijn meerdere gebieden in Alaska die onbewoond en afgelegen zijn van de wereld. Daar bevindt zich kilometers en kilometers aan sneeuw. Er zijn slechts drie kleine dorpjes in het noorden van Alaska met heel weinig inwoners. Deze weg verbindt de drie dorpjes en is daarmee de meest afgelegen snelweg ter wereld. Als je autopech hebt, kan je dagen, soms wel weken wachten op hulp. Dit is de meest besneeuwde weg ter wereld en omdat die zo afgelegen is, wordt het niet bestrooid met zout. 7. Kardung Lah. De pas verbindt het dal van de Indus en de Lee, de hoofdstad van de regio Ladakh in het zuiden met de Nubra-vallei, het dal van de Shyok in het noorden. Het is de hoogste voor gemotoriseerd verkeer begaanbare bergpas in India en een van de hoogste ter wereld. In Tibet liggen nog enkele hogere passen. Deze weg in India is zo gevaarlijk dat het is opgemerkt door de National Geographic en de Guinness Book of World Records. Met 5359 meter hoogte de hoogste weg ter wereld in het noorden van de Himalaya. Door de enorme hoogte wordt er bijna niet gebruik van gemaakt, alleen door mensen die van veel actie houden. 6. Yungas Road. De noordelijke Yungasweg, ook wel El Camino de la Muerte, de weg des doods, is een 61 tot 69 kilometer lange weg die loopt van La Paz naar Coroico, 56 kilometer van La Paz in de Boliviaanse regio Yungas. In 1995 is deze weg door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank uitgeroepen tot 's werelds meest gevaarlijke weg. Deze weg in Bolivia is een van de gevaarlijkste wegen ter wereld met 200 tot 300 doden per jaar.
Aan de ene kant van de weg is een berg. Aan de andere kant een enorm diep dal. Je hebt een heel slecht zicht op deze weg, dus het is makkelijk om er zo af te rijden. En dan te bedenken dat er mensen blijven rijden. Atlantic Ocean Road. Dit is een van de populairste in Noorwegen. De Atlantische Weg of Atlantic Road is een 8 kilometer lange weg die je letterlijk door de Atlantische Oceaan laat rijden. In totaal verbinden 8 bruggen verschillende eilanden met het Noorse vasteland. Deze weg in Noorwegen gaat dwars door de Atlantische Oceaan. Zo komt de weg ook aan zijn naam. Het is een populaire plek voor toeristen dankzij het mooie uitzicht. Tijdens vloed komen de golven op de weg terecht en kunnen ze zo een auto meeslepen in de oceaan. Als jij over deze weg gaat, kun je dus beter wachten tot ebb. Guoliang Tunnel. Gelegen op een bergtop in het Chinese Taihang-gebergte ligt het dorpje Guoliang dat geïsoleerd leefde van de rest van de wereld. De enige manier om er te komen was door een lange wandeltocht te maken door de vallei heen, omgeven door steile kliffen en dan steil bergopwaarts te klimmen via uitgehouwen trappen. Afgesneden van de rest van de wereld dreigt het dorpje leeg te lopen en een spookstad te worden. Deze weg verbindt een aantal dorpen in China. De tunnels zijn gebouwd door de lokale bevolking en is de enige ingang tot het afgelegen dorpje. De tunnels zijn erg donker, maar alsnog veiliger dan buiten de tunnels. Dan kijk je namelijk tegen een diep dal aan. Het is erg verbazingwekkend dat deze weg nog zoveel wordt gebruikt. Le Passage du Gua. Deze weg in Frankrijk is zo gevaarlijk dat hij elke dag maar een paar uur open is. Als de weg gesloten is, dan staat hij onder water. Als je van plan bent over deze weg te gaan, moet je dus goed plannen. Le Passage du Gua, Nederlands de oversteek van Gua, is een 4,5 kilometer lange natuurlijke oversteek naar het eiland Noirmoutier in Frankrijk. Het ligt tussen Île de Noirmoutier en Beauvoir-sur-Mer in het departement Vendée. De oversteek wordt 2 keer per dag overspoeld door hoogwater. Sinds 1971 is er een brug om Noirmoutier te bereiken, Le Pont de Noirmoutier. Door een toename van het aantal toeristen en daarnaast enkele ongevallen staat nu aan beide toegangen tot de oversteek een kruis, waardoor je kan zien wanneer het veilig is om over te steken. Tianmen Mountain Road. De bergpas Tianmen Mountain Road bestaat uit een serie vlijmscherpe haarscheldbochten die naar de top van de Tianmen Mountain leiden. Je bestijgt de berg langzaam. Niet alleen is de weg doodeng, het meest beeldschone landschap van China pakt zich voor je uit. Duizenden kalkstenen torens, begroeid met hangende bomen, steken ver uit boven de grond. Je zou niet eens raar opkijken als een draak voorbij vloog in dit sprookjesachtige gebied. Deze weg in de Tianmenberg in China is ongeveer 10 kilometer lang. De weg heeft 99 enorm scherpe bochten op 1500 kilometer hoogte in de berg. Een slechte inschatting in de bocht kan je al fataal worden. De combinatie van de hoogte, scherpe bochten en smalle weg maakt dit een van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Je doet in totaal 99 haarspelbochten aan. De weg wordt meestal bestempeld als een van de gevaarlijkste wegen in China, maar de passen is de meest bijzondere bezienswaardigheid die je tijdens je rondreis door China tegenkomt. Hana. Hij is slechts 83 kilometer lang, de Road to Hana op Maui, Hawaii. Deze kustroute leidt van Paia in het noorden tot Hana in het oosten en het is een van de beroemdste autotochten van Amerika. Tijdens die 83 kilometer kom je 620 scherpe bochten tegen, rijd je over 54 eenbaansbruggetjes en onderweg is er van alles te zien. Hawaii staat bekend als een tropisch paradijs, maar het heeft ook erg gevaarlijke plekken. De Hana Highway verbindt de plaatsen Hana en Kahului. Er zijn zoveel aardverschuivingen in deze weg dat je maar beter een alternatief kan opzoeken. De slecht verlichte Hana Highway wordt ook wel de Hana Belt Road, Hana Road of Road to Hana genoemd en de toeloop van toeristen lijkt vaak tot filevorming, mede doordat veel van de smalle bruggen maar één auto parkeren kunnen doorlaten. Lokale bewoners die de weg op hun duimpje kennen rijden dan ook vaak 's nachts in plaats van overdag.
Dit waren de 10 engste wegen waar je niet wilt zijn. Wat is de gevaarlijkste weg waar jij wel eens bent geweest? Laat het weten in de comments. Vergeet niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om notificaties te krijgen zodra wij weer een nieuwe video uploaden.